Yo, mijn naam is Kelvin. Het is 4 uur, het is dinsdag en dat betekent dat ik een nieuwe video heb. Geef mij een duimpje omhoog alvast, want dan heb ik gehoord dat de video nog toffer gaat worden. Welkom dames en heren, het is weer tijd voor een forsie slap gelul van je boy Kelvin. Zo ben ik. Vandaag ga ik terug in de tijd. Dat heb ik vorige week ook al gedaan. Ik ben echt bezig met vroeger, jongen. Nee, wat ik vandaag ga doen, ik ga video's van mezelf terugkijken van vroeger. En nou denk je, Kelvin, zijn dat dan babyvideo's of zo? Ben je gefilmd door je moeder terwijl je naakt over het strand heen rende? Waarschijnlijk wel, maar dat ga ik jullie niet laten zien. You wish, motherfucker. Sinds dat ik heel jong ben, maak ik al video's en die zet ik al op YouTube of op internet of wat dan ook echt al... Echt fucking lang. En de video's zijn gewoon zichtbaar. En ik ga jullie vandaag die video's laten zien en mijn reactie daarop. Want dat is blijkbaar leuk. Tenminste, ik hoop het. Ik weet niet, ik ben een beetje bang. Even voor jullie informatie. In 2010 begon ik dus met Kelvlog. Dat is dit kanaal. En daarna begon het hele YouTube avontuur. Daarvoor maakte ik video's. Niemand keek ernaar. Alleen mijn ouders. Niet eens. Ook niet. Mijn matties. Welke vrienden? Ik zette die video's gewoon op YouTube omdat ik ze ergens op wou zetten. Ik wou ze gewoon naar iemand kunnen doorsturen. Dus ik had ze op YouTube gezet. Niemand keek ernaar. En dat maakte me geen reet uit. Ik vond het gewoon leuk om te maken. Mijn YouTube kanaal van vroeger heette Kaasworst. Kaasworst 8. En sinds dat deze video online gaat komen, ga ik hier heel veel spijt van krijgen. Want daar ga je alles op zien wat je voor de rest van mijn leven tegen me kan gebruiken. Maar goed, weet je, ik ben eerlijk. Ik ben real met jullie. Jullie zijn real met mij. YouTube komt als Kaasworst 8. Leef je uit. Oké, ik ga gewoon de allereerste checken. Deze video is geüpload 19 augustus 2007. En ik ging prankcallen, samen met Quinten, vriendje van mij. Daar gaan we. We gaan de drukkerij bellen. Niet de telefoon, fotografie. Wow, wacht even. Ik was zo switched on vroeger al. De video is echt 7 seconden bezig. En ik zeg, we gaan de drukkerij bellen. En hetgeen wat ik als tweede zeg is, niet het telefoonnummer fotograferen. Want anders worden we misschien gepakt. Dan zou het toch echt niet fijn zijn. Ik ben onder de indruk van mezelf. Ik vind het tof hoor. Ik wou iemand pranken, maar ik heb ervoor gezorgd dat die persoon niet openbaar haar nummer had. Oké, let's go. Telefoonnummer is... Ik weet hoe het gaat. Wat een cutback had ik ook. Vies pretjoch was ik. Kom op, hoer. Wow, wat zei ik daar? Kom op, hoer. Fuck, dat valt me dan weer tegen, man. Hallo. Ik wil graag mijn scheet uit mijn kont laten drukken. Ik wil graag dat drukken. Oh. Mijn scheet. Mijn scheet. Mijn S-C-H-I-J-T. Of schrijf je dat met korte ei? S-C-H-I-J-T. Oh wacht, het komt eruit. Het hoeft niet meer hoor, luister. Harry Potter. Harry Potter. Ik ben even diep teleurgesteld in mezelf. Nou, dames en heren, jullie hebben meteen een reden om te unsubscriben. nou, dit was ik. Ongeveer 10 jaar geleden. 8 jaar geleden. Oké, ik heb er niks over te zeggen, dames en heren. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. We gaan door naar de volgende video. Cakes bakken met Jan van Kamstra. Waarin ik als Jan van Kamstra, geen idee waarom die naam, een cake ging bakken. En dat probeerde ik op een hele entertainende manier te doen. Waardoor ik wellicht mensen kon vinden die vonden dat grappig was. Story of my life. Ik was echt van die ghetto shit vroeger. Sorry, ik ga weer door. Oh, die zag je niet aankomen, jongen. Zieke trick. Maar taarten bakken met Jan van Kamstra. We maken vandaag een kruidcake. Lekkere cake die ook nog bruin is. Wat moet je ermee? Hey, dit is voor geworden, dit is amateurs. Oh, rotte! We gaan. Ik weet het gewoon nog. Dat was een zieke truc. Zagen jullie dat? De camera begint onder de tafel en dan zie je geen benen. En we gaan omhoog en daar ben ik. Dat is toch sick? Dat is toch next level visual effects gebruik, of niet dan? Nee. Nou, ik zeg maar al voor de 1000e keer welkom. Dus, welkom. Nou, we beginnen natuurlijk met de benodigdheden.
We hebben een pak complete mix voor fruitcake nodig. Wat zou dat toch zijn? Hebben we dat nog? Oh, wat grappig. Hebben we dat nog? Ik had het gewoon in mijn hand. Het enige wat we nog meer nodig hebben is 225 ml blauw handwarm water. Schappen pakken. Kruidcake wordt gesponsord door Witte Muren. Geen commentaar. We hebben natuurlijk eerst een kom water nodig, maar waar is mijn kom water? Dit is nog niet alles, dames en heren. We gaan door. Haha, daar is hij. Ons klok is gisteren bij de geweest en hij heeft deze truc al niet. Magic! Fucking magical! Ineens zit er water. Ik snap niet precies waarom ik die grap wil maken. Want ik laat eerst de kraan stromen. Dan ga ik dus gewoon laten zien dat het water uit de kraan komt. Kelvin uit het verleden. Je was niet heel on point. En zoveel heb je nodig voor een kruidcake. En natuurlijk het allerbelangrijkste, een satéprikker voor de lekkere smaak. Doe deze satéprikker nooit in je mond. Als je struikelt kan hij in je strot zitten en dan ben je dood. Nou, dan ben je de tweede van je familie die dood is, want je oma is waarschijnlijk ook... Waarom ben ik... ook al dood. Dus vergeet de satéprikker nooit. Nooit van je heen. Wat? Wacht even. Waarom was ik duivels? Is want je oma is waarschijnlijk ook al dood. Dus vergeet de satéprikker nooit. Want je oma is ook al dood. Kelvin, waar kwam dit vandaan? Dat dialect was nog best wel strak. Je moet je voorstellen, ik groeide op in Groningen, hè. Dat brood me allemaal zo. En dat ken wel leuk. Maar dan wel een die kijkende omgroen. Waarom zit het niet op tijd kloor? En als ik dit... Ik had best wel die Randstad shit onder de knie. Oké, we zijn aangekomen op het punt waar ik een doekje in een prullenbak ga dunken. En dat bijzonder speciaal vind. Basketballer. Wat toch? Ik ben de beste basketballer. I'm the Darth Vader. Met een label. Je weet toch. Wat? Ik ga hier nog iets nazeggen. Wacht even. Ik ben de gangster. Ik ga hem even nadoen. I'm the Darth Vader. Met een label. Je weet toch. Ik ben de gangster. En de manier waarop ik wegloop is sick. Ik struikelde. Performance. Leuk. Vanaf 7 minuten zit de cake in de oven. En dan gebeurt er iets. Wacht eens. Hij is nog niet klaar. Ik heb mezelf hier doodgemaakt. Jan was dood. Omdat hij te hard de oven probeerde te besturen. Goed, we gaan door met de allerlaatste video. Dit is een video. Alleen we hadden deze video ingestuurd naar het Jeugdjournaal. Want ze lieten daar soms gewoon grappige filmpjes, korte grappige filmpjes zien. Dit was het. En dan nog iets anders. Als je alleen op de bank zit, kan je zomaar onverwachts bezoek krijgen. Rien en Alex maakten er zelf een filmpje over en stuurden het op naar onze site. Dat was het. Alleen er zit een verhaal bij, dames en heren. Zoals u misschien had gemerkt, en dit vond ik fucking pijnlijk. Dit vond ik echt niet leuk. Rien en Alex. Er was namelijk een probleem. Want wij hadden dat filmpje gemaakt, maar zij zei Rien en Alex. Dus elke keer als ik liet zien aan mensen dat ik in het Jeugdjournaal zat, zeiden ze van... Jongen, je hebt jezelf er gewoon ingeplakt. Want die chick zegt Rien en Alex. En jullie zijn Kelvin en Quinten. Je bent echt fake. Jullie zijn echt niet op het Jeugdjournaal geweest. En toen dacht ik, fuck jullie allemaal. Ik was er gewoon. Ik heb het gezien.
Dit is van ons, dit waren wij. Die redactie van de Jeugdjournaal hebben het gewoon verneukt toen. Dus de Jeugdjournaal, als jullie kijken, shame on you. Started from the bottom, now we're here. Fucking mooi. Aight. Goed, dames en heren, dat was shit van vroeger van mij. Ik hoop dat jullie een beetje interessant vonden om naar te kijken. Ik vond het leuk. En ik heb mezelf tegelijkertijd ook gewoon verzut gezet. Ik ben echt even van de kaart. Wow. Maar goed, thanks voor het kijken naar deze video. Vind je het nou erg jammer dat deze video voorbij is? Dat kan ik me zeker voorstellen. Maar dan kun je natuurlijk abonneren op mijn YouTube kanaal. Dan word je elke dinsdag om 4 uur op de hoogte gesteld van het feit dat er een nieuwe video is. Yeah! Wil je mij verder nou volgen? Dat kan. Dan kun je me volgen op Instagram, Twitter, Snapchat. Allemaal leukigheden. En dat was het voor deze week. Leuk dat jullie keken. Ik check jullie volgende week. Dinsdag 4 uur. Boom! Miel wou meer money pakken. Dus wat ging Miel doen? Miel bouwt een huis. Miel reist in een raket naar de ruimte. Straks is German so cool. Ik weet niet waarom dat Germany so cool is, aber ich weiß schon, was deine ist ja sehr gute Bratwurst in deine Schüsse.